Jammer, hij kwam vrij voor de doelman. En nu Sam Crowther vrij voor de doelman. Wat gaat hij doen? De doelman die... Oh, ja. Sven Nijland, die hier gelijk de 1-0 scoort. We zijn net op tijd om u dat te laten zien. Dat is toch wel heel erg mooi. Ja, het was een afgeslagen bal eigenlijk dat schot van Sam Crowther. De keeper hield die eerste bal nog wel. Maar de tweede, dat was hem toch te machtig. Mooi geplaatst, Sven Nijland. En ja, dat is toch wel heel opwindend. Die eerste minuten. Eerst het schot van Benjamin Roumillon tegen de onderkant van de lat. En nu vervolgens Stef Nijland. En dat is toch wel een heerlijk begin. Nog steeds. Schot, weliswaar van richting veranderd. Het schot was van Raymond de Waard. Lars Huber. Prima paas. Wederom, Benjamin Roumillon. Kijkt. Waar staan de mensen vrij? Stef Nijland. Roumillon. Oh, wat verschrikkelijk mooi uitgespeeld. De grensrechter houdt de vlag naar beneden. Stand hier 0-2. Heerlijk uitgespeelde aanval van DVS 33. Kijk, weer een mooie actie daar van Lars Huber. Ik heb niks te veel gezegd. Die is echt in topvorm. Benna. Schiet. Oh, Benna. Dat had de 0-3 moeten zijn. Combinatievermogen van Dem laat ze even behoorlijk in de steek. Ho. Risicovol paasje van Ben Moussa. Ja, nou, oh, het leek erop alsof dat een doelpunt was. Nou, DVS, maak er wat goed van. 4-3. Maar inmiddels alweer 5 verdedigers. Roumillon. Oeh, lekkere pegel hoor, maar net naast. Stef Nijland. Oeh, lekker. Oh, Sam de Wit. Foutje bedankt. Stef Nijland. Oh, allemachtig. Diepgeel. Laten we het zo zeggen. Stef Nijland. Roland Baas. Stef Nijland. Die kennen elkaar. Nou, dat lijkt me dus buitenspel. Frank Olijven. Nee. Oh, hij zat erop te azen. Nou heeft DVS wel heel veel mensen voorin. De Waard. Maarten van Dijk. Jesse. Hou die in de gaten. Komt ie. In het zijnet. Frank Olijven. Stef Nijland. Oh, te veel geaaid. Een beetje die bal, maar goed. Ja, dat is zijn handelsmerk. Roland Baas. Komt net niet aan. Ook deze kans wordt niet verzilverd. Maarten van Dijk. Nou, nu dan. Roumillon. Oh. Sam Crowther. 100% kopkans. Nu ook weer Stef Nijland. Stef, wat ga je doen? Hij zet die bal voor. Net iets te scherp voor Sam Crowther. Maar hij heeft nog wel balbezit. Maarten van Dijk. Frank Olijven. Roumillon, prachtig tikje van Stef Nijland. Nu dan, oh Stef. Ze weigeren. Dem komt er voetballend niet echt door. Veel gokkend op lange ballen. Kijk, daar komt de tweede gele kaart. En we hadden het al voorspeld. Dit wordt rood voor Twan. Jammer dat hij dit nodig heeft. Waarom doe je dat nou? Twan. Oké. De scheidsrechter maakt er een einde aan. Marco Oosting, DVS 33, behaalt hier een verdiende overwinning. 2-0, die hoger had moeten zijn.